Uitstel voor betaling voor V&D. En ezelkrot moet weer ezelsociëteit worden. Goedemiddag, dit is U Vandaag. V&D dreigt alsnog uit het straatbeeld te verdwijnen. Het warenhuis heeft uitstel van betaling aangevraagd en gekregen. Vaak een voorbode van een faillissement. Begin dit jaar hingen er ook al donkere wolken boven het warenhuis. Er werden toen banen geschrapt en V&D dwong een huurverlaging af. En de eigenaar stak er extra miljoenen in. Dat het nu weer slecht gaat, kwam voor vakbond FNV als een verrassing. En er is nog veel onduidelijk. We hebben inmiddels wel de bevestiging van V&D gekregen dat de berichtgeving helaas juist is. Er is berichtgeving dat medewerkers om 9:00 geïnformeerd zouden worden. Maar uit reacties van leden en medewerkers begrijp ik juist dat zij er ook helemaal niets van weten tot op dit moment. Ja, we tasten met z'n allen in het duister helaas. In de provincie Utrecht heeft V&D winkels in Utrecht, Amersfoort, Zeist en Veenendaal. In Maarsbergen staat een Laplace-restaurant. Het college van BMW in Utrecht is vooral onzichtbaar en onopvallend. Die conclusie trekken drie politieke journalisten van AD Utrechts Nieuwsblad, Nieuws030.nl en ons eigen RTV Utrecht. Net als vorig jaar hebben ze de prestaties van de burgemeester en wethouders langs de meetlat gehouden. Het merendeel van de wethouders scoort 3 punten op een schaal van 5. SP-wethouder Paulus Jansen en burgemeester Jan van Zanen doen het beter. Zij krijgen 4 punten of dommetjes. Jansen wordt geroemd vanwege zijn dossierkennis en zijn politieke vaardigheden. Van Zanen wordt vooral een echte burgervader genoemd. Margriet Jongerius, de GroenLinks-wethouder die dit jaar is afgetreden, is de enige met een onvoldoende. Zij scoorde 2,5 punt. In AD Utrechts Nieuwsblad vandaag een uitgebreide analyse en later vandaag ook een uitgebreide reportage bij ons. Utrecht is nu al druk bezig met de aanpak van vuurwerkoverlast. De gemeente maakt daarbij gebruik van een detectiesysteem en is alert op berichten op sociale media. Vanaf het stadskantoor stuurt de gemeente speciale vuurwerkteams af op knallen in de stad. Hoe dichter je naar het einde van het jaar gaat, hoe meer het gaat kriebelen bij de mannen, hè? Maar niet iedereen kijkt reikhalzend uit naar de periode vol vuurwerk. De gemeente Utrecht wil de overlast van vuurwerk tegengaan en zet daarbij dit jaar nieuwe methodes in. Zo hangen er in de stad microfoons die alle knallen vastleggen. Dat is door middel van meetinstrumenten die staan op verschillende plekken in de stad. En die geven dan de melding aan en waar het is, de locatie. En als dat duidelijk is, gaat het vuurwerkteam er met de fiets op af. Zo kunnen ze snel ter plaatse zijn. Het is leuk en spannend natuurlijk, want je weet natuurlijk ook niet wat je aantreft. Wat voor soort jongens het zijn, nou, gaan ze gooien, niet gooien. Wat voor kaliber het van vuurwerk is natuurlijk, dat is ook wel even... Maar we gaan er gewoon voor. Naast het detectiesysteem met meetapparatuur in de stad wordt ook social media nauwlettend in de gaten gehouden. Dus om harde knallen, om specifieke types vuurwerk, illegaal vuurwerk. En als mensen daarover twitteren, dan zien we wat ze daarover zeggen. In de social media monitor gaat het om berichten die niet gericht zijn aan de gemeente of de politie. Het gaat juist om alle berichten die gaan over vuurwerk. Op deze manier wil de gemeente een breed beeld krijgen van hoe mensen over vuurwerk denken. Hebben heel veel mensen nou last van honden bijvoorbeeld die zitten te blaffen door vuurwerk? Of hebben kindertjes last van vuurwerk? En wat leeft er nou binnen de verschillende wijken in de gemeente Utrecht? En voor zover we dat kunnen achterhalen. Het aantal meldingen bij het meldpunt vuurwerkoverlast loopt dit jaar sneller op dan vorig jaar. Volgens burgemeester Jan van Zanen is dat geen reden om het afsteken van vuurwerk in de ban te doen of vanuit de gemeente te organiseren. Wij willen dat nog niet. Wij denken dat je met goede afspraken en met de vuurwerkluwe zones, het inzetten van heel veel toezicht en het bewustzijn van mensen zelf, het maken van afspraken in buurt en wijken, dat te voorkomen. Want ik weet niet of zo'n feest of zo'n één vuurwerkshow iets oplevert als het gaat om de knallen. Ik denk dat we dan echt gewoon in de wijken en buurten zelf moeten zijn. Dus worden alle methodes al sinds 10 december ingezet om de kans te vergroten de vuurwerkfanaten op heterdaad te betrappen. Mandy en haar team zetten alles op alles om dat voor elkaar te krijgen. Het ligt maar net af van welke kant je af je af komt fietsen. Ik bedoel, zij hebben hun trucjes, maar die kunnen wij ook hebben. Die social media monitor is dit jaar een proef. Er wordt nog onderzocht wat de gemeente aan die gegevens heeft. Op de Groene Kansenweg in De Bilt zijn 2 auto's frontaal op elkaar gebotst. Een van de voertuigen belandde door de crash in de sloot.
Bij het ongeluk raakten twee personen licht gewond. De weg lag bezaaid met auto-onderdelen. Daarom was de weg een paar uur dicht voor verkeer. Station Utrecht Centraal wordt al maandenlang geteisterd door een vervelende pieptoon. Reizigers klagen massaal op internetfora over het geluid in de stationshal. ProRail bevestigt dat er klachten binnenkomen sinds de nieuwe speakers in het station hangen. De leverancier moet met een oplossing komen, maar voorlopig piept het nog. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak rondom de moord op Les Strijder. 13 jaar geleden werd de man levenloos aangetroffen op een homo-ontmoetingsplaats aan de A27 bij Hilversum. Strijder bleek zwaar mishandeld en overleed later aan een hartstilstand. Het OM eiste begin deze maand 1 jaar cel tegen 2 verdachten. Ruim 1800 regiogenoten beginnen het nieuwe jaar straks met een nieuwjaarsduik. Dat verwachten de lokale organisatoren. In Midden-Nederland wordt er gedoken in onder meer de Rietplas in Houten, de Vinkeveense plassen en ook de Surfvijver in Veenendaal. In Polsbroek nemen inwoners de duik in de Voorwetering. Volgens de dorpsvereniging belooft het 1 groot spektakel te worden. Vorig jaar waren we echt beginnend. Er stonden heel veel mensen te kijken en er waren een klein aantal springers waarbij de burgemeester het startschot gaf. En dat gaan we dit jaar herhalen. De burgemeester gaat weer het startschot geven. En we hopen op, ja, wat zal ik zeggen, 50 deelnemers. Dat is voor het dorp al best een hoeveelheid. Het is niet bepaald een frisse duik, want het water is warm voor de tijd van het jaar. De opvang voor oude en verwaarloosde ezels in Zeist heeft een chique naam, de Ezelsociëteit. Maar het clubhuis is nodig aan een verbouwing toe. De Ezelsociëteit, of krot eerder nu, begint daarom een crowdfundingsactie. Al jaren worden in Zeist zieke, oude en verwaarloosde ezels opgevangen. In de Ezelsociëteit kunnen ze bijkomen van een bewogen leven. Ja, dus het sociëteit-idee. Ze hebben vaak een leven van hard werken achter de rug. En hier kunnen ze gewoon rustig hun gang gaan en ze worden verzorgd. Maar de stal van de ezelopvang is ernstig in verval geraakt. We hebben dit zelf gebouwd uit sloopmateriaal, 15 jaar geleden. En het is inmiddels dringend aan vervanging toe. Hier en daar lekkage. En er zit ook houtworm in op sommige plaatsen. Tijd voor een nieuwe, moderne stal die elders op het terrein van de sociëteit komt. Het zal meer recht toe, recht aan worden, maar van moderne materialen, goed schoon te houden, vlakke vloer. Dus wat hygiënischer en praktischer. Prachtige plannen, maar er is daarvoor wel zo'n 150.000 euro nodig. Hoppa. Om in ieder geval geld te hebben voor elektriciteit in de stallen is een van de vrijwilligers van de opvang een crowdfundingsactie begonnen. Verlichting is heel belangrijk, want dieren die verzorging nodig hebben van dierenarts, tandarts, hoefsmid, dat gebeurt allemaal binnen en daar heb je goede verlichting voor nodig. En dat moet in de nieuwe stallen beter zijn dan in de oude stallen. Een nieuwe warme stal voor de ezels dus, met verlichting. Als dat niet de ultieme kerstgedachte is. Jezus en Maria zochten een stal en ja, de ezels hebben ook een goede stal nodig. Zo is het. Kijk op onze site hoe je kunt doneren. Voor de politie Midden-Nederland was het een van de heftigste achtervolgingen van het jaar. De vlucht van een man in een Volkswagen Golf die onder meer in Vreeland een heel terras aan gort reed. Dus even kijken of we op een normale manier aan de kant kunnen krijgen. Maar... De achtervolging werd gefilmd door de verslaggever van Bureau Hengeveld. Die zat voor de rubriek de verkeerspolitie op de achterbank. Straks voor het eerst de beelden van de volledige achtervolging. En Sagarko, dat is wat je noemt een dollemansrit, of niet? Ja, dat was het zeker, Eva. Gelukkig raakte niemand gewond. De bestuurder was een man van 43 uit Rhenen. Vorige week vrijdag stond hij voor de rechter. En het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van 7 maanden... en een rijontzegging van 5 jaar. Zelf zegt de verdachte dat hij een psychose had. Nou, volgend jaar, begin volgend jaar, doet de rechter uitspraak in deze zaak. We gaan het straks ook hebben over die overval in Bunschoten. Je hebt het ongetwijfeld gezien. Die twee mannen die maskers op hebben en een vishandel in Bunschoten overvallen met vuurwapens. Ja, deze beelden die zijn massaal gedeeld via onze Facebookpagina. Helaas is er nog altijd geen herkenning geweest. Daarom vandaag nog een keertje aandacht voor deze zaak. Ja, dat en nog veel meer straks in Bureau Hengeveld. Willemijn Pomper van de politie Midden-Nederland, zij schuift bij mij aan. Zij heeft de details van alle zaken. Ja, en samen roepen we weer de hulp van het publiek in, ja, om de zaken op te lossen. En we hopen dat het lukt. Dankjewel, Sagarko.
Het weer tot slot. Er zijn perioden met zon vandaag. De wind neemt vanmiddag wat af in sterkte. Het is 12 graden. En vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Dan koelt het af naar 7 graden. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur zijn we er weer. En kijk ook op rtvutrecht.nl voor weer een nieuw jaaroverzicht. Elke dag een ander thema. En vandaag gaat het over de Catharijnensingel, waar sinds kort weer water in stroomt. Graag tot later. Fijne dag.